Maar liefst 7 wijzigingen in de basis bij Jong Ajax in de uitwedstrijd tegen Roda JC. In vergelijking met die wedstrijd afgelopen maandag tegen Top Os Iataren. Wel gewoon in de basis bij John Heitinga. De eerste mogelijkheid is voor de thuisploeg voor Roda JC. Het is Patrick Flücke die het van afstand probeert. Roda, laatste 10 thuiswedstrijden ongeslagen. Sowieso ongeslagen tegen Jong Ajax. Hier in het zuiden van Limburg. Dit is een aardige poging van Naci Unuvar. Hij stift hem weliswaar over Rodi de Boer heen. Maar de bal gaat naast. Dan een hoekschop binnen 10 minuten nog. Voor Roda de kopbal van clubtopscorer Dille Vente. Kelvin Ratsi houdt hem tegen. En zo ontstaat er een open wedstrijd in het Parkstad Limburg Stadion. Mohamed Iataren laat zich zien bij Jong Ajax. De wedstrijd op een rij heeft hem afgegeven aan Unuvar. Unuvar is rechts, maar kan toch ook aardig wat met links. Knult hem hier zo in de kruising. Rodi de Boer 12 keer de nul gehouden dit seizoen. En daar blijft het voorlopig bij. Hij staat aan de grond genageld bij deze bal van Naci Unuvar. Zijn 14e dit seizoen. Dan is de zon ondergegaan, krijgen de spelers van Jong Ajax die Ramadan hebben de gelegenheid om wat te eten, wat te drinken. En over gelegenheden gesproken, dit zijn genoeg kansen voor Roda, maar de bal wil er uiteindelijk niet in. Zo blijft het 1-0 voor de Amsterdammers. Emmers met een vrije trap en die eindigt op de lat via misschien nog wel wat vingertoppen van Kelvin Ratsi eraan. Roda verdient de gelijkmaker, maar die valt voorlopig nog niet. Zowel Roda als Jong Ajax nog ongeslagen in de 4e periode. Het verschil op de ranglijst is ook niet groot, nog wel in het voordeel van Roda dat 5e staat. Vente legt hem terug, Flücke, en daar is dan wel de 1-1. De twee mannen van wie Roda het dit seizoen moet hebben laten zich zien. Vente met de assist en Flücke met doelpunt nummer 11. Dan de tweede helft. Emmers met de voorzet. En dit is een niet te missen kans voor Brian Limbombe. Maar de Belg krijgt hem toch op een of andere manier over. Wat een grote kans voor Roda op de voorsprong. Absalem. Met een heerlijke assist. Want deze bal wordt tot assist gepromoveerd door Dylan Vente. Zijn 20e dit seizoen en Roda op voorsprong. Een heerlijk balletje van Absalem. En dan alle tijd voor Vente om die bal over Ratsi heen te lobben. En zo weten ze een achterstand om te buigen in een voorsprong. Kian Fitzjim. Ajax moet antwoorden. Linsson. Linsson en Ajax antwoordt. Het tweede competitiedoelpunt van Linsson, de eerste die hij maakt uit open spel. Vorige goal was een penalty. Hier trapt hij hem hard in de verre hoek. De Boer voor een tweede keer geklopt. Ja, met Roda JC en Jong Ajax weet je eigenlijk altijd wel dat er doelpunten vallen. 4 al in deze partij, maar Roda wil meer en Ajax gaat natuurlijk ook voor de overwinning. Emmers blijft het proberen. Maar Ajax houdt stand. Streppel ziet dat het goed gaat met Roda. De voorsprong ontbreekt alleen nog. Vente. Steekpaasje. En dan is het Emmers met dé kans in de tweede helft. Voor de 3-2. Maar de redding is van Ratsi. Unuvar aan de andere kant. Unuvar. Redding van Rodi de Boer. Een ongelooflijk leuke wedstrijd. Zeker voor de neutrale toeschouwer in het zuiden van Nederland. De opbouw van Ajax onder druk gezet. Ja, die voetballende oplossing is heilig bij de Amsterdammers. Maar soms moet je hem ook gewoon wegrossen. Nu ontstaat er nog een kans voor Roda. En daar is Absalem. Maar die komt net te laat. De redding is van Kelvin Ratsi. Roda tegen Jong Ajax eindigt net als vorig seizoen in 2-2. Maar wat een leuke wedstrijd was dit.